Oh, yo, 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 yo. Het is er eindelijk, de nieuwe update. Ik heb serieus sinds de update, zeg maar, bekend was. Dat was rond een uurtje of 1. Toen kwam de update, toen waren ze aan het updaten. Sindsdien heb ik gewacht, het is gewoon 2,5 uur. Oh, maar het wachten is het hopelijk waard. Want de update is er nu eindelijk. Oké, ik had 59 evenement tickets. Die heb ik niet opgemaakt, dat had ik eigenlijk wel moeten doen. Ik krijg er 6 edelsteden voor terug. Maar ja, boeien, de update is er en dat is niet nice. Oh, wat is dit nice? Nee, nu eventjes niet. Ik ga nu eens even kijken wat de update allemaal is. En oh, het is compleet veranderd. Er is dus een Brawl Pass. Die ga ik sowieso kopen. En dan ga ik ook meteen tegen jullie zeggen, ik ga de Brawl Pass weggeven. Wil je kans maken op de Brawl Pass? Ik wil hem voor 2 van jullie ga ik hem kopen. Ja, dan koop ik de grote versie van 249 edelstenen. Hoeveel heb je dan nodig? Oh, dan krijg je een giftcard van 20 euro van mij. Dus ik geef 2 giftcards weg van 20 euro. Dan kan je de Brawl Pass kopen. Eventueel kan je dan ook nog wat lekkers anders kopen. Daarnaast is er ook een aanbieding. Dus als je wil die aanbieding wil kopen met die 20 euro. Dat is ook helemaal prima. Die kan je dan eventueel ook kopen. Dus dat geef ik 2 keer weg. Ik geef het weg via Instagram. Dus stuur me even een berichtje op Instagram. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Oh ja, en even mij volgen op Instagram. En me volgen op YouTube. Maar ik denk dat de meesten dat al doen. Maar mocht je dat niet doen, dan vergroot je de kans om te winnen. Dus doe dat even. En dan geef ik 2 Brawl Passen weg. Maar ik ga natuurlijk deze video alvast de Brawl Pass kopen. En ik wil natuurlijk ook super graag de nieuwe knokker kopen. Of vrijspelen eigenlijk. En dat is de knokker Gil. Ik weet het leuk gemaakt. Als we op deze video de 10.000 likes halen, ga ik ervoor zorgen dat ik alles vrij ga kopen. Dan ga ik gewoon net zo lang door totdat ik die Gil kan kopen. Zeg maar, dan moeten we bij 30 zijn. En volgens mij met deze pass, ik zal die pass alvast gaan kopen. Dan ben ik al meteen 10 levels voorbij. En dan betaal je 30 edelstenen of diamanten per ding. Dus dan moet ik 600 betalen. En dan kan ik Gil vrij spelen. Maar dat kost me 600 edelstenen. Dus dat is vet veel. Maar laat me weten in de comments of jullie dat een goed idee vinden. En dan ga ik dat speciaal voor jullie doen. Die dozen. Wat ik me trouwens afvroeg. Dat ga ik nu even kijken. Kan je ook dozen? Nee, oké. Dat is één nadeel. Je kan dozen niet halverwege openen. Dus je moet de dozen in rij voor openen, zeg maar. Ik kan zeg maar niet eerst Gil vrij spelen en daarna mijn dozen openen. Dat moet dus zeg maar op een volgorde. Dus dat is wel een beetje jammer. Want anders kon ik eerst Gil vrij spelen en dan alle dozen openen. En dan kan ik hem meteen upgraden en sterrenkrachten en gadgets vrij spelen. Oh, maar ik ben zo benieuwd hoe die speelt. Maar wat is allemaal nog meer nieuw? En trouwens, voordat ik het vergeet te zeggen, vergeet natuurlijk ook niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Hier bij Solo Showdown. Oh ja, Gevarenzone is terug. Dus dat is nice. Premie is hier ook. Oké, dan moet ik nog spelen. Dat betekent dat er extra games zijn of zo. Een showdown. Oh, dat vinkje betekent dan denk ik. Oh, of is dat voor opdrachten of zo? Ik kan het even kijken. Opdrachten. Richt 90.000 schade in solo showdown, in duo showdown. Oh, dat zijn dus opdrachten. Voltooi level in baasgevecht, dat is een opdracht. Win 6 gevechten met Bo. Oké, win 6 gevechten in overval. En daardoor verdien je dus punten. En met die punten kom je hier verder in de Brawl Pass. Oké, dat is wel echt heel nice. Resterende dozen. Ik heb nog 150 gewone dozen en 15 grote dozen. Dus dat is wel nice. Die ga ik allemaal openen op het moment dat ik Gil heb vrijgespeeld. Of ik kan ze nu ook al openen. Ja, ik denk. Ja, dit is volgens mij een legendarische knokker. Ik ga even kijken hoe groot de kans is dat we Gil krijgen uit een doos. De kans dat we hem krijgen is 0,5%. Dus die kans is echt inimini klein. Maar ik weet het leuk gemaakt. Ik heb nog wel wat edelstenen of diamanten. Ik ga gewoon deze aanbieding kopen met 3 megadozen. En we hebben hier trouwens ook een zieke nieuwe skin van Bull. Die heeft iedereen gekregen. Dus dat is wel echt heel baas. Maar ja, omdat iedereen hem heeft, is hij iets minder speciaal. Deze aanbieding. Trouwens, hoe duur is normaal 80 edelstenen? Hoeveel betaal je normaal voor 80 edelstenen? Daar betaal je normaal 5 euro voor. En je krijgt wel 4 megadozen erbij. Weet je wat? Ik doe het gewoon. Ik koop deze aanbieding plus die andere aanbieding. Dan heb ik in totaal 7 megadozen. Het enige wat ik kan krijgen is een nieuwe knokker Gil. Maar we gaan gewoon kijken of dat gaat lukken. Oh, als ik hem nu krijg met een van deze megadozen, word ik helemaal gek. Dat zou toch insane zijn als dat gaat gebeuren. Maar ja, ik kan eigenlijk alleen coins. We krijgen dat! Ik heb helemaal geen Brawl Pass meer nodig. Ik krijg hem. Ja, ik heb hem. Die kans is 0,5%. De kans dat ik deze krijg is nog even groot als een legendarische knokker. Ik krijg hem uit mijn tweede megadoos. Wajo. 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 En nu kan ik hem zo meteen gaan upgraden. Want ik kan nu vet veel dozen openen. Dit is...
insane. Jongens, meisjes, dames en heren. Als jullie nu geen duimpje omhoog achterlaten, dan weet ik het ook niet meer. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dit is gewoon een legendarische knokker. En hij is even zeldzaam als een legendarische knokker. En ik krijg hem gewoon gratis uit zo'n doosje. Wow, ik wou eerst zeg maar die hele hier alles in één keer gaan claimen. Of alles gaan kopen hier zeg maar. Maar dat is nu helemaal niet meer nodig. Want ik heb hem al. Kijk dan. Ik kan hem hier al niet meer vrij. Ja, hij staat er nog wel. Maar ik kan hem niet meer vrij spelen. Oh, wat is dit ziek. Maar dan alsnog is het wel leuk om hier een keertje keihard doorheen te gaan. Maar... oh, dit is trouwens ook wel nice, deze skin. Die wil ik sowieso een keertje vrij spelen. Maar als ik wil, kan ik Gil meteen upgraden naar maximaal level. Dat is echt ziek. Maar ik ga eerst gewoon even een potje spelen. Want ik heb hier natuurlijk allemaal dozen die ik kan openen. Oh ja, dat kan ik dan hier zo openen. Als ik die allemaal in één keer open en al deze megadozen en grote dozen hier zo. En dan kan ik sowieso upgraden naar maximaal level. Maar misschien dat ik ook met deze gadgets en sterrenkrachten kan vrij spelen. Dat zou echt heel ziek zijn. Ik doe eerst even een potje solo show doen. Even kijken hoe die speelt. Maar dit is echt insane. Dit is echt de zenuw. Weet je wat? Morgen in de video ga ik hem upgraden naar maximaal level. Dat is, ja, dat is sowieso wat ik ga doen. En trouwens, ik zei 10.000 likes. En ik ga ervoor zo... oh, oh, ik dacht dat hij wel doorheen zou schieten. Maar dat is dus blijkbaar niet het geval. Ik denk dat dit niet de handigste knokker is om, zeg maar, kisten te openen. Ik ga even schuilen voor 1 bit hier zo. Oh, yo. Dit gaat niet heel lekker. Oké, ik moet hier eventjes uitkijken. Ik ga weg, ik ga weg. Oh, man. Oké, ik moet nog eventjes wennen aan de nieuwe knokker. Ik ben ook helemaal hyped. Dat is echt niet normaal. Maar ja, weet je, dat is het voordeel als je knokker net nieuw hebt. Het boeit niet als je nog niet, als je meteen doodgaat. Want je krijgt geen intro mee. Maar ik moet wel eventjes wennen, man. Ik weet niet wat ik van deze knokker nog moet vinden. Maar misschien is het ook niet de meest geschikte knokker voor showdown. Maar zoals je zag, je hit de hele tijd dus met 2 kogels. Of wat gebeurt er nu? Het spel lekt een beetje. Ja, dat komt natuurlijk omdat iedereen nu massaal aan het spelen is. Want de update is net uit. Maar je hit de hele tijd met 2 kogels. Waardoor je de hele tijd ook met 2 kogels mist. En dat is in principe wel nadeel. Huh, wat gebeurde daar? Oh, daar zit gewoon iemand. Zou ik die kunnen killen? Oh, lol. Dat was een Barley. Nou, dankjewel. Ik heb geen idee of dit nou bots zijn of niet. Van dichtbij doe je daar trouwens wel erg veel damage. Het spel lekt. Niet normaal, dit is, anders had ik die Rico makkelijk gekild. Wat doet zijn super eigenlijk? Ik heb geen idee. Oh, wojo, dat ziet er wel heel ziek uit. Ik ga gewoon mijn super inzetten. Wat doet hij? Wow, oh, dan gaat hij naar achteren of zo. Oké, ik heb hem nu gekild. Volgens mij werd die Rico naar achteren geduwd. Omdat het spel een beetje lekt, kon ik het niet helemaal goed zien. Daar is een Rico en een El Primo. Die kan ik misschien door allebei wel killen. Ik zal even mijn super... Ja. Oh, dus je springt zelf iets naar achter. En vervolgens doe je dan nog wat damage op je tegenstanders. Oké, nu heb ik wel victory. Of deed je niet damage. Maar in ieder geval, je doet een sprongetje naar achter. En je duwt tegenstanders een beetje weg. Dus als iemand in de buurt zit, dan kan je eventjes wegkomen. Dus dat is wel echt heel relaxed. Maar ik ga even kijken wat zijn gadget is en sterkracht. Trouwens, die opdrachten richt 90.000 schade in een solo showdown. Dat is best wel makkelijk, want ik zit nu al op de 17.000, zie ik. Dus in principe heb je die opdrachten denk ik best wel snel voltooid. En trouwens, ik kan ook even de 22.000 trofeeën weer halen. Dus dat gaan we ook even doen. Maar even kijken. Sterrenkracht. De super van Gil verdooft zijn vijanden die tegen zijn obstakel worden geduwd. Dus waarschijnlijk worden ze gewoon even stilgezet. Even een freeze. En zijn gadget. Gil laat de veerplank vallen die zowel vriend als vijand in de lucht lanceert. Oké, daar ben ik wel erg benieuwd naar. Dus dan krijg je een soort van springplank. Oké, die kunnen we wel trouwens eventjes gaan testen. Want als het goed is, als je gewoon probeert, dan kan je die volgens mij uitproberen. Oké, nee, dan moeten we het even vriendschappelijk doen. We doen even een vriendschappelijk potje, want ik wil even kijken wat de gadget precies doet. Oké, top. Dan hebben we nu inderdaad de gadget en de sterrenkracht. Het is wel tegen bots, maar ik wil gewoon even kijken wat ze doen. Die gadget, als ik die nu neerzet... oh, wat ziek baas is dit! Je kan gewoon een eigen springplank maken. Ik wist niet eens dat dat er was. Ik moet soms misschien iets meer Brawl Talk kijken. Ja, ik kijk het sowieso. Maar dit heb ik niet meegekregen. Wow, yo, dit is wel echt heel lijp. Dus dan kan je gewoon met Gil een zieke escape route maken. Gewoon voor alle knokkers. Kan je ook nog... is het gewoon de kant waarop je oploopt dat hij die kant op richt? Ik ga eens nu die kant op lopen. Ja, dus dan gaat hij die kant op. Oh, donders. Nu werd ik gewoon gelanceerd. En dan ga ik bijvoorbeeld nu die kant op lopen. Ja, oké. Okay. De kant waar je op je opkijkt. Ik zal nu even mijn super doen. Oh, die super is nice, jongen. Met die sterrenkracht. Zag je dat? Want door die sterrenkracht bleef die eventjes stilstaan. Dit is heel, heel, heel erg nice. Wat een zieke knokker is dit. Ik kan niet wachten om die gadget in het echt te gaan gebruiken. Want op dit moment kan ik hem natuurlijk nog niet echt in het echt gebruiken. Dit zijn gewoon tegen noobs.
Ja, dit zijn tegen bots natuurlijk. Maar oh, dit is wel echt heel nice. Oeh, daar ging hij bijna gewoon het gif in. Daarmee kan je trouwens ook wel dikke trolls doen. Want je kan die plank op iemand gooien of op iemand neerzetten. En dat hij dan volgens het gif wordt ingeduwd. We gaan even kijken of we nu ook van de bots kunnen winnen. Dat moet natuurlijk wel. Even huppatee, hup. Ja, oh, lol. Ik had verwacht dat ik hem zou killen. Maakt niet uit. Het maakt allemaal niet uit. Allemaal is niet uit. Oké, maar we gaan even verder onderzoeken wat er allemaal nieuw is. We hebben dus de nieuwe Knokken Gil. Dat is ziek. We hebben hier de Brawl Pass. Opdrachten, dat hebben we al gezien. Resterende dozen. Trouwens, voor alle free-to-play, zeg maar mensen die niet betalen in Brawl Stars, is dit ook een vet goede update. Je gaat erop vooruit. En ik heb het onderzocht. Stel je wil de Brawl Pass kopen, dan kan je om de twee seizoenen kan je gratis de Brawl Pass kopen. Want je krijgt zeg maar per seizoen ongeveer 80 edelstenen. En daarmee kan je dan precies zo'n Brawl Pass kopen. De goedkope variant. Dus dat is echt heel chill. Zeg maar, als je niet betaalt, kan je om het seizoen alsnog de Brawl Pass kopen. Dus dat is heel nice. Verder heb je natuurlijk Gevarenzone. Die is ook net wat veranderd. Dus we gaan even een potje spelen met Gevarenzone, met Gil. Er komen zieke skins aan, maar die komen nog. Verder denk ik dat ik het meeste nieuwe ondertussen wel heb gehad. Dus dit is wel echt insane. Maar we gaan even een potje Gevarenzone spelen. Want dat wil ik natuurlijk ook nog eventjes doen. Met de nieuwe Knokken Gil. Ik denk dat vet veel mensen nu kijken en die denken, hoe kan jij zoveel geluk hebben? Uit je tweede doos die je opent na de update, krijg je gewoon Gil. Ja, sorry, ik kan er ook niks aan doen. Maar toch ben ik hier wel heel blij mee. Maar ik denk dat het spel nu wel een beetje moeite heeft om te laden. Want ik vind, ja, hij loopt een beetje vast. Oké, gelukkig kan ik nog wel de service in. Dan gaan we nu nog een keer proberen. Oké, nu doet hij het wel. Dat is chill. Het is wel wat net veranderd. Volgens mij moet jij ervoor zorgen dat het vlaggetje helemaal naar boven gaat. Het is in ieder geval anders dan de oorspronkelijke Gevarenzone. Dat was net wat anders. Maar we gaan nu even kijken of we natuurlijk kunnen winnen. Die Bull, ja, die is dood. Ik zal ondertussen, als jullie even hierheen gaan, dan ga ik ondertussen naar die Jesse. Dan moeten jullie niet allemaal achter me aangaan. Eentje moet daar ook. Ja, oké, okay, Mortis kan daar blijven. En het is denk ik wie als eerst die vlag naar boven heeft. Ik denk dat die heeft gewonnen. Ja, kijk. Wij zitten nu op 33% en ik denk op het moment dat onze vlag boven is, dan is het spotje voorbij. Oh, dat is vet leuk! Oh, ik vind het echt heel nice. Ik wist nog niet helemaal hoe dit moest voorstellen, deze Gevarenzone. Ik zal ondertussen hier eventjes helpen. Ja, top. Ga jij daar? Ga ik hier. Dan kunnen we allebei op die manier het doen. Het lijkt nog steeds wel een beetje, maar ja, je kan ook niet anders verwachten, want de servers, die zijn momenteel zo overbelast. Moet hij wel even uitkijken. Oh shit, ik ga bijna dood. Oké, okay, dat is, ja, oké, okay, dit gaat nog maar net goed. Oké, okay, maar we hebben het bijna, het spel loopt bijna vast, maar hier is onze vlag omhoog en die andere nu ook. En dan heb je dus gewonnen, dus je kan een spel ook eerder laten aflopen, dat is wel chill. Dus je hoeft niet altijd 2 minuten te wachten, zeg maar, dus dat is wel echt heel relaxed. En dit ziet er allemaal ook net wat anders uit. De overwinning, dit scherm, het is allemaal gewoon net wat beter, net wel weer wat nicer. Het is gewoon allemaal weer gewoon beter. Dat is wel echt heel nice. We moeten trouwens nog 1 trofee erbij krijgen en dan heb ik het gehaald. Ik zal even, nou ik ga eerst even, nou ik doe wel duo, want dat is natuurlijk ook een opdracht, zoveel mogelijk damage doen in duo. Doe nog even 1 potje duo. En als we bij de laatste 3 eindigen, misschien de laatste 4 al. Want je krijgt nu natuurlijk, omdat je vet laag bent qua trofeeën, natuurlijk veel meer plus trofeeën. Maar dan heb ik in ieder geval de 22.000 trofeeën gehaald. En dan ga ik, nou ik weet niet of ik dit seizoen dat ga doen, de zeg maar 23.000. Maar volgend seizoen ga ik sowieso strijden voor de 23.000. Want met Gil kan ik natuurlijk nu heel makkelijk trofeeën erbij krijgen. En dat is super easy. Normaal zou ik nooit naar het midden gaan. Maar omdat er momenteel alleen maar noobs zijn hier zo, denk ik, nou ja, dan kan het wel. Ja, want volgens mij spelen, ja, misschien dat dit wel echte spelers zijn. Maar dat weet ik niet eens helemaal zeker. Ali, doe jij, waarom doet hij niet een paar hits op die Jesse? Dat was dom. Nou ja, prima. Ik denk dat hij zo meteen doodgaat door Jesse. Daar ben ik bang voor. Ja, oké. Okay. Nou, ik ga hier eventjes weg. Of misschien kunnen we Jesse wel killen. Yo, die Barney, die bakt er ook helemaal niks van. Die doet veel te gevaarlijk. Oh, daar is een Nita. Oh, die heb ik ook. Dat is chill. Met wie was niet? Oh, daar is een Shelly. Daar moeten we wel even heel erg vooruit kijken. Maar kijk, dit zijn gewoon bots. Kan je ook door muren heen? Ja. Oh, je maakt gewoon muren kapot met die special. Dat is wel helemaal extra nice. Maar dit wordt natuurlijk een victory. Ik heb, oh, daar is het andere team. Gaan we die even killen. En dan heb ik meteen 22.000 trofee. Dat is toch wel even heel relaxed. Hier even die Barney killen. Nog 1 hit. En daar is die. Oh, zijn teammate zit nog ergens. Nou, oh, daar zit die teammate. Als mijn teamgenoot nou eventjes normaal speelt, dan kunnen we die makkelijk killen. Oh, kijk. Oh, huh?
Die muntjes gingen niet kapot. Oh, dat was dan de special van Shelly, denk ik. Maar in ieder geval, we hebben de victory. Dus dat is nice. Oh, dan hebben we nu de 22.000 trofeeën. We hebben de nieuwe knokker. We hebben aanbieding gekocht. Echt de ziekste video ooit. Echt bizar, 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 bizar. Maar dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Vergeet natuurlijk niet de giveaway te checken. Als je me even volgt op Instagram en op YouTube. En me even een berichtje stuurt dat je meedoet. Op Instagram kan je berichtjes sturen. En trouwens, voor degenen die geen Instagram hebben. Ik zoek dan ook iemand uit YouTube comments. Dus dan maak je alsnog kans. Maar doe mee met de giveaway. En dan krijg je misschien ook de nieuwe knokker. Trouwens, via de Battle Pass krijg je sowieso de nieuwe knokker. Dus dat is nice. Maar dan bedank jullie voor het kijken. En dan heb ik tenslotte nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later maar. Als je dit nou een leuke video vond. Druk dan even op de video die hier tevoorschijn komt. Het is een soort gelijke video. Dus waarschijnlijk. Uiteindelijk vind je die ook wel leuk. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hier. Dat is een abonneerknopje. Dan kan je abonneren. En dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bouwsarmy. Let's go!